Dag YouTube, vandaag geen aflevering van Telefax of Farouk, maar wel het leven zoals het is met priester Wim. Ik zou jullie willen vertellen wat hier gebeurd is, de diefstal van het tabernakel in het heilighuisje van heilige Amandina, hoe het allemaal gelopen is en hoe die heilige hosties zijn teruggekomen. Het hele verhaal voor jullie, kom er mee. Hier is het museum van heilige Amandina, haar geboortehuis, waar ook een kleine kapel is. We gaan eens even kijken. Hier is de kapel. Hier zullen we dan binnenkort ook de heilige hosties terugplaatsen om ere te herstellen. Hier zo stond dan het tabernakel wat gestolen is geweest. De dieven zijn via het raam binnengekomen, hier het raam van achter. We hebben het tabernakel door het raam geduwd en zijn van achter gaan vluchten. Zullen we eens even buiten gaan kijken. Via dit raam zijn ze dan binnengeraakt en naar buiten. En zijn ze hier door de struiken gegaan. Hier voor het huisje van Amandina had ik dan vorige week een afspraak met het meisje dat besloten had om de heilige hosties terug te geven. In ruil voor het geld dan eigenlijk. Zij heeft mij dan aangewezen waar de dieven het tabernakel hebben achtergelaten. En daar gaan we nu even naar kijken. Hier aan het veld langs het huisje van Amandina zijn ze doorgekomen. Dan zijn ze hier vanuit het huisje over de haak geklommen om hier te vluchten. En dan wist het meisje dat ongeveer de 10e paal hier van, deze wei, het tabernakel, was achtergelaten. En hier heeft het dan van 6 oktober ongeveer tot vorige week het heilig tabernakel gelegen. Op zich een geluk. Ze zijn er niet binnen geraakt, ze hebben wel het slot geforceerd. Goedemiddag YouTube, we zijn hier voor de Sint-Martinusscholen. We gaan hier het proberen terug te openen, samen met de leerlingen van Lasse, die misschien het moeten openlassen of misschien het slot wat moeten proberen terug in orde te brengen. We hebben Jordi hierbij, een van de leerlingen. Wat denk je, gaat het lukken? Makkelijk. En wat gaat erin zitten? Ik denk hosties. Niks gestolen. Ik hoop van niet, want het zou wel erg zijn voor de kerk. Dan gaan we het binnenbrengen. We hebben het hier al op een karretje geplaatst. Breng jij het binnen? Ja. Het is zwaar, hè? Oh god, deel bende is er binnen. Ja. Waar is dat dan? Dat weet ik niet. Dit zit er normaal in. Ja. Dus als ik nu zie, daar zit een pannetje in, hè? Dat hier in die sleutel moet gaan. Ja. En dat is geforceerd. Hey, is dat film of wat? Ja, hey, ja. Dat is YouTube-kanaal. Jonas, wat denk je gaat er gebeuren? Zit er nog iets in? Ik hoop van wel, natuurlijk. Wat zou er moeten in zitten? Hosties. En jij als misdienaar, wat doet dat met u? Ja, ik vind het fijn dat de mensen het teruggebracht hebben. Ja? Dat is toch mooi. En dat alles er nog in zit. Ja, en dat ze er spijt van hebben. Hebben ze spijt? Ik denk het wel, anders hadden ze het niet teruggevraagd. Ja. En dat leert je hier op de Sint-Martinusschool? Ja, ja. Eerlijk zijn en oprecht zijn. Maar goed zijn. Maar zonder tullen was het toch niet gelukt. Nee? Wat heb jij gedaan, tullen? Ja, ik dacht dus de kist open te slijpen. Maar ja, meneer de Wouw wist een betere manier. Oh, dat is goed, hè. Heb jij open geslepen? Dat kunt jij. Ik kan. En lassen ook. Ja, tullen, lassen, slijpwerken. Hoe staat jij daar? Kijken. Sesam, open nu. Ja, dat is open. Oh. Het is gelukt, Jordi. Het is gelukt. We hebben het open gekregen. Had je dat verwacht? Ik had dat even verwacht, ja, met de mannen van Alessand. Dan ben je blij. Zeker dan. Voilà. We gaan het terug naar Schakkenbroek brengen. De plaats waar het hoort. Ja. Ah ja, en als je deze video leuk vond, like en abonneer op Wim zijn kanaal. En voor degenen die willen gaan lassen, kom gewoon naar lassen. We gaan dat editen, hè. We gaan dat editen. Komt in orde. Hier onze cameraman. Ja.
en abonneer op Bums en Kanaal. En abonneer op Bums en Kanaal. En abonneer op Bums en Kanaal.